U neemt deel aan een demonstratie tegen de goedkeuring van een coronavaccin. Oh, pardon. Het is geen demonstratie tegen de goedkeuring. Alsjeblieft. Holy fuck! Nog maar 2000 leden te gaan. Als jij wil dat er een omroep blijft bestaan die niet meegaat in de politiek correcte deugdcultuur, geef ons dan dat laatste zetje. En word lid voor eenmalig €5,72. En vergeet niet je vrienden over de streep te trekken, want bij 50.000 leden hebben we 3 keer zoveel zendtijd. Je had er bijna niet gestaan. Wat is er nou afgelopen weekend gebeurd? Je bent opgepakt. Ja, toen reden we naar een plek waar dan een demonstratie zou zijn, maar dat mocht niet. Een agent begon mensen te fotograferen en nummerborden te fotograferen. Nou, dat is een opsporingsbevoegdheid, die is niet toegestaan. Dus toen ben ik aangifte gaan doen tegen deze agent bij het politiebureau. En vlak voordat we de snelweg opreden, toen zijn we klem gereden door 4 auto's van de politie. En ben ik uit de politieauto gehaald en gearresteerd. Even iets anders, want niet alleen ben je opgepakt, maar ook is er een lied over je geschreven. Is dat zo? Ja, van Joep van het Hek, Wappie. Oh, Joepie, ja. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, kijk, ik snap dat Joep op mijn roem wil meedrijven. Maar zijn ster is inmiddels wel al achter de horizon verdwenen. Als je mijn naam wil roepen om dan wat aandacht te krijgen, mijn zegen heeft. Nu is er ook een mutatie, hè, in Engeland. Wat vind je daar? Ja, er zijn duizenden mutaties, dus dit is een broodje aap verhaal. Oh, dat is ook een broodje aap verhaal. Dus weer bedacht door iemand of zo. Nee, kijk, er zijn wel mutaties, maar dit virus, dit muteert. Dat is een van de redenen waarom we hier staan. Nu komt er dan, wordt vandaag goedgekeurd, hè, het vaccin. Dat zou ik weet positief, niet of het goedgekeurd wordt. Mocht het er zijn, dan is het positief. Maar laat mij even uitpraten ook. Dan is het dus positief nieuws, want dan kunnen we weer naar het oude normaal. En daar strijden we al maanden voor, of althans jullie. Nee. Nou ja, de WHO en het RIVM en de minister van Volksgezondheid hebben allemaal gezegd, met vaccin gaan we niet terug naar normaal. Dit is een arts, die kan je er meer over vertellen. Oh, u bent een arts? Ja, ik ben een arts. Van welk ziekenhuis? Nou, ik werk niet in een ziekenhuis. Ik werk momenteel überhaupt niet. Oké, maar u bent wel arts? Ik ben wel arts, ja. Maar dat klinkt dan niet heel geloofwaardig. Het is hetzelfde als dat Willem wetenschapper is. Maar dat vind ik niet erg. Tot 17 augustus heb ik gewerkt in de ouderenzorg. En toen ben ik gestopt met mijn werk, omdat ik me er niet mee kon verenigen. En ook als huisarts zou ik kunnen werken, maar daar kan ik me ook niet mee verenigen. Want dan moet ik met een maskertje op en met een schermpje voor me. Ik neem even een brief in ontvangst. U neemt deel aan een demonstratie tegen de goedkeuring van een coronavaccin. Oh, pardon. Het is geen demonstratie tegen de goedkeuring. Alsjeblieft. Wat gaat er nu mis? Wat stond er in de brief waar je het niet mee eens? Er stond iets verkeerds in dat ik deelnam aan een demonstratie tegen de goedkeuring. Maar daarvoor zijn we hier niet. Waarvoor zijn we hier ook weer? We hebben hier een heel document over wetenschappelijke bezwaren. Mogelijke wetenschappelijke bezwaren tegen het vaccin. En waar wij toe oproepen is om dit eerst te onderzoeken voordat er een goedkeuring wordt afgegeven voor het coronavaccin. Dus in andere landen is het goedgekeurd? Nee, het zit iets ingewikkelder in elkaar. Het is dus nog niet goedgekeurd. Er is een tijdelijke licentie onder de emergency law is er afgegeven. En dat is een marketinglicentie. Op dat moment mag Pfizer dus het geneesmiddel verkopen om verdere experimenten te doen. Die mensen zijn onderdeel van de fase 3-studie. Maar hoe kom je erbij? Nou ja, dat zijn de documenten van Pfizer zelf. Het staat allemaal. Het is niet dat Pfizer nu allemaal gekke dingen doet. En je bent ervan overtuigd dat dus de overheid dat weet, maar dat dus accepteert dat mensen als zogenaamde proefkonijnen worden. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Thank you for coming. We would like to hand this over to you, so that we can avoid a lot of casualties and a lot of side effects. Nou, hoe voelt dat, Willem? Nou, ik vraag me af of er wat mee wordt gedaan. Zodra er een licentie wordt afgegeven, zullen wij ook overgaan tot rechtszaken in meerdere landen. En wat gaan we doen met de kerstdagen? Lekker knuffelen, samenkomen. Hartstikke belangrijk. Met heel veel mensen ook. Nou ja, zoveel mogelijk mensen. Ik ga echt proberen een knuffelmarathon te houden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Ach, wat heerlijk van je. Oh ja, niet weer. Die grap heb je al uitgehaald. Hey, en Oud en Nieuw dus ook, knuffelmarathon, kerstdagen en eigenlijk dikke middelvinger naar iedereen die nu in het ziekenhuis zit. Nee, zeker niet dikke middelvinger. Nee, ik. Maar wat, dat is een hele rare aanname. Knuffelen, door knuffelen komt niemand in het ziekenhuis. Sterker nog, we voorkomen dat mensen in het ziekenhuis komen. Oh. Ik ga niet met mijn handen in je longen zitten. Daarbij heb ik geen virus op mijn handen. Dus dat is echt compleet onmogelijk.